Hey kijkers van Dus David Games, welkom bij een gloednieuwe serie, namelijk Wie is de Mol? En zo nieuw is die natuurlijk niet, want het was een serie die heel lang op Gaming met Revé is geweest. Ik heb altijd de map samen met Dylan gemaakt en samen met Revé natuurlijk de video's online gekregen. Maar Revé gaat stoppen met Wie is de Mol op Gaming met Revé. En ik vond dat dood en dood zonde. Omdat het toch een beetje het concept van ons allebei was, dacht ik zoiets van weet je wat... Dus David Games gaat lekker Wie is de Mol uploaden. Dus als je geen flauw idee hebt wat het is een spel met 6 tot 10 YouTubers samen in een soort van map. En er kan maar één winnen. En dat is of de mol of de speler. Onthoud heel goed. Mollen hebben altijd een diamondblok en spelers moeten een goldblok plaatsen. Voor de rest, geen regels. Je mag elkaar naaien wat je wil. Je mag liegen, bedriegen, elkaar doodslaan. Ik zou zeggen, heel veel plezier met kijken naar een Wie is de Mol... En als je wil, kun je ook even op Gaming met Revé alle oude video's terugkijken, zodat je helemaal weet wat alles precies is. Veel plezier met kijken. Oh ja, natuurlijk compleet onnodig dat ik het vraag, maar omdat het een nieuwe serie is, laat even je support zien met die like. Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe Wie is de Mol, de allereerste van 2016. En jongens, we zijn weer terug! Yeah! 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 Laten we lekker beginnen, boys. We gaan onze kisten kijken. Let's do this! Yeah. Man, oh man, ik vind het spannend. Spannend hoor. Same man. Ah, oh, na zo lang. Wow. Oh, oh, oh. Ja, ik trek me gewoon lekker aan. Ik ga scheiden. Wat vlot. Engen. Doen we dat gewoon, hoppatee. Top, 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 top. Zo. Nou, we gaan lekker naar de kist staan. Kijk eens aan je. Wel lekker warm hier, hè, jongens. Holy moly. Oh, jezus. Geen voel je die lava ook al, jongen? Ik voel de lava ook al. Het komt gewoon allemaal door mij, jongens, die warmte. Oké, eens even kijken. Want hier moeten we eruit. Uiteindelijk. Uiteindelijk. Dat is wel een doel. Zeg maar. Ja. Aha. Oké, okay, en daarvoor moeten we dus in de buitenkant. Want we hebben hier een kist, allemaal ergens een kleurtje. Ja. En aan ja. de buitenkant zie ik nog meer kleurtjes en eigen kisten. Dus iedereen moet weer zijn eigen kleur zien te zoeken, zeg maar. Oké. Okay. Hmm. Alright, oh, zullen we eerst even een rondje doen qua gear? Oh ja, doe ik. Ja, sure. Prima. Dat is lekker in een kring staan, dat vind ik wel wat gezelliger. Ja. Dus even kijken. Gaan we in de kring? Ik vind het helemaal goed. Tuurlijk, ik zou het doen, ja. Oké, okay, weet je wat? Anders zou ik wel beginnen. Ik heb een full gold pakje aan. Behalve mijn ladder, want die is niet gold, die is gewoon gekleurd. En ik heb een boekje met spelinfo. Oeh. Dus wat voor info staat er dan, laat maar zeggen, in? Er zijn twee mollen in deze game. Dus er zijn twee mollen. Okay. Oh, waardevolle informatie. Dat boek heb ik ook. Helemaal goed. Ah, oh, gelukkig. Wie heeft er nog meer? Pieters was dat? Yep. Ja. Oké, okay, super. Nou, dan gaan we. Dion. Wat ik heb? Heel simpel. Ik heb wat ik nu aan heb, allemaal van letter. Wat betreft de enchantment, heb ik een letter tunic van Protection 1. Alles is Protection 1. Ik kan er heel kort af eigenlijk. En dat is wat ik heb. Plus 2 golden blocks. Oh ja, sorry. Ik heb ook een gold block, was vergeten te melden. Oeh. Excuse me. Nee, dat is gevaarlijk. Geen wapen. Ja, ik heb mijn mooie gear setje. Protection 1 zit er altijd een chance erop. Verder helemaal niks. Dus Dion, als jij een gouden box af willen staan aan mij, dan ben ik daar heel blij van. Prima. Komt er maar hier. Ja? Ja. En alstublieft. Dank je wel. Dan heb ik ook nog een gouden blokje erbij, zoals jullie zien. Alsjeblieft. Bannen. Nou ja, ik heb mijn gear gewoon ook allemaal Protection 1. Ik vond het trouwens leuk hoe iedereen eigenlijk het leather hoedje heeft van zijn kleur. Zodat je altijd kan zien wie welke kleur is. Hey! Dat is helemaal niet gezien. Nou, bij deze. Zo zien we dus precies wie welke kleur is. Maar, en voor de rest heb ik alleen maar nog een gold block. Een gold block? Ja. Geen diamond? Nee. Ah, Lars. Nou, ik heb chain armor, allemaal protection 1, natuurlijk het leather cappy en een gold block. Oké. Okay. Dat was het? Ja. Zeker weten? Zeker weten. Ik hoorde een kleine aarzeling in zijn stem, maar dan maakt niet uit. Ik hoorde een trillingje. Pieter. Ik geloof hem. Ik heb een leather cap, wit. Protection 1, en ik heb een spel van boek. Hoei! Maar wat staat er in je boek? Wat voor informatie? Er staat in. Er zijn twee mollen in de game. Oké, okay, dus hebben jullie precies hetzelfde boek? Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja. Dylan en Pieter, zou ik die boekjes mogen lezen? Sure. Zal ik hem mogen lezen? Ik laat Kees hem wel lezen, ja? Ik wou zeggen, ieder één boek gewoon. Pieter, zou ik die mogen lezen? Ja, hier. Nou, die van Dylan klopt. Helemaal goed. Dus ik geef hem Dylan terug hier. Wel info, er zijn twee mollen mag in deze game. Mag ik hem ook lezen, Joris? Mag ik hem laten lezen, Pieter? Tuurlijk. Jouw boek. Dus
vind het eigenlijk vrij onnodig dat twee boeken hetzelfde zijn. Ja, nu maar... is het al genoeg dan. Dat... Die voor de zekerheid, weet je. Precies. Oké. Okay, misschien staat er wel in, er zijn twee molboeken in de game. Wow. Eindig. Oké, dat was Pieter. Dat was het, Pieter? Ja, mag ik een boek terug? Oh ja, sorry. Je had ook een goldblok, hè, zei je? Nee. Oh, nee, niet? Oké. Okay. Niet, helemaal niet. Oké, okay, Joran. Nou, ik heb deze shit. Ik heb Protection 1 op mijn armor. En ik heb een heel mooi blokkie. Denk je. Dat was het? Ja. Keesje? Ja, nou, ik zit met eigenlijk precies hetzelfde. Block of gold. Oh, gekke protection met armor en zo. Dus, nee, dat is duidelijk wel. Oké, okay, goed. Tot nu toe heb ik een beetje iedereen dezelfde. Niemand de wapens, hè? Nee, nee. Het is, nee. Het is een vredige kijk, Dylan, wat heb jij? Wat? Net ik gezegd, heb hetzelfde. Heb jij nog iets anders dan? Iets okay. Extra's of zo? Nee. Iets wat men nou nog wil melden. Dat was één. Dus niemand heeft iets, naast dan die twee spelinfoboeken, en de golden blocks hebben we dus niks. Nee. Maar misschien in die andere chest. Alright, met één gezonde blok, dat zijn op het moment Duffy en Pieter, hè? Nee, ik heb eentje van Dion gekregen. Ja, oké, okay, ja, ik heb er eentje zonder. Ja, ik begon in dat soort. Oké, dat is prima. Oké, dan gaan we... Ja, nu moeten we beslissing maken. Wie durft naar de overkant parcouren voor zijn kist? Sure. Ja, wie is hier goed in parcours? Oh. Ik ga even kijken. Oh, daar gaat Pieter halen, daar gaat Pieter. Enge, kan niet halen. Het is wel een aardige jumper. Ah, dat valt best mee. Oh, nee! Huh? Wat? Nee, overleef het alsjeblieft. Blijf staan! Hierheen, dan pak je je spullen op. Nee, wacht! Nee! Waarom blijf je branden? Hoeveel HP heb je nog? Nee! Ik ga al dood! Nee! Oké, even tussen ons. Jongens, even tussen ons. Heeft iemand twee boeken? Sorry, ik sloeg. Ik sloeg. Nee, ik ging per ongeluk. Holy shit! Heeft iemand twee boeken zien droppen of zo van hem? Want dan... Nee, ik zag volgens mij één. Ik zag één boekje, meer niet. Nou, laten we dan vanuit gaan wat had Pieter dan in zijn chest? Ik had een aalpel en een wooden sword met sharpness 2. Oh, nou, geen lever dus. Oké. Ik mag een kist wat checken voor jullie. Dus de volgende moet gaan springen dan? Ja. Moet ik zeggen, dat begint nu al te veel eigenlijk. Ja, ik wil mijn best opofferen, gewoon nog. Fuck! Ik ga ook springen. Ja, sorry. Ga je het doen? Ga het springen, doe het. Dat is niet zo moeilijk, joh. Dat is echt helemaal niks. Yes! Oké, je hebt hem. Mooi. De terugweg is minder. Kijk, wat zit erin, jongens? Oh, kut! Gaat er weer eentje. De rest is bies. Dion, durf jij te gaan springen of niet? Hey, ik kom hier. Spring hier, ik rob je items. Maar jongens, ik ben geen mol. Rest in peace! Doei. Bijna gestuurd. Nou, wat gaan we doen? Dylan is dood. Ik ben net in mijn chest geweest. Ik heb dit en dit. Oh, wacht. Pieter, kom even terug. Wat heb je allemaal? Een axe met knockback 1 en twee appels. Ik heb zijn derde cap opgepakt. Dus op zich, het is wel nuttig om sowieso je kist te openen, zeg maar. Oké, maar wacht, jongens. Ik kan mijn kist niet open krijgen. Kan hem niet open krijgen? Nee. Rechte muiskop, Joris. Rechte muiskop. Hij gaat niet open. Hij is vervloekt. Maar... We moeten een lever hebben. Iemand moet nog iemand moet springen. Jongens, ik maken voor hij is open. Ja? Ik heb geen lever. Ik ga het wel proberen, denk je dan maar. Okay. Jongens, er zijn dus nog twee kisten ongeopend. Want er zijn twee mensen doodgegaan. Yep. Kun je wel je chest openen? Dat is Dylan's chest. Nee, Kees heeft hem geopend en ik heb zijn items opgepakt. Dus we hebben twee appels opgepakt. Oké. Dit zijn wel ook drie blok jumps, hè? Dus ik snap op zich wel waar het fout gaat. Ja. Zo lastig is het niet. Oh, deze het is niet lastig, maar gewoon... Zal ik maar gewoon doen? De zijkant jumps zijn makkelijker. Oh mijn god, ik had niet gedacht dat Dylan nu al dood zou zijn. Ja. Oh damn. Het moet even toch doordringen. Hey mensen, ik ben weer terug. En ik heb iets in mijn kist gevonden. En worden we er blij van? Oké, okay, ja, ik wil het zien. We worden er blij van. Het is een boek. Alleen, dit is niet een boek wat we eerder hebben gehad. Het is namelijk een Reborn boek. Reborn. En aangezien, hier staat letterlijk in, laat een speler die dood is gegaan, per direct terugkomen tot leven. Het geldt niet voor de Peacekeeper in de Peacekeeper-kamer en telt niet als iemand is achtergelaten. Eenmalig te gebruiken, niet op jezelf. Okay. Dus het lijkt me heel logisch dat we eerst nu kijken wie zijn kist nog kan openen. Ja, wie kan zijn kist nu nog openen? Ikzelf. Go for it. Oké. Let's go. Ja, goed bezig. Nice.
Oké. Ik heb een zwaard gekregen. Nice. Een Golden Sword met Fire Aspect 1 en appeltjes. En ik ga nu terug. Ja, ik ben er. Ja. Oké, goed. Nu, zijn er nog mensen nu? Nou, jongens, ik zit zo rond te kijken, maar er is helemaal geen zwarte wol. Huh? Oh. Ja, van mijn kleur is er gewoon geen tweede chest. Ah, oh, ik heb gewoon gesloten. Heb je pech? Ja. Maar er is verder iedereen nu? Ja, die van jou had hier inderdaad moeten zitten, aan deze kant. Waar de deur zit. Maar er zijn nog twee chests ongeopend. Ja, Joris kan niet open. Rotjoch en van Kees. Kan ik die van Joris dan eigenlijk openen? Zou dat kunnen? En, we kunnen één iemand dus terug laten komen. Ja. Kees is gone. En die Kees, had wel Kees en Dylan. En, ja. Maar Dylan had er nog niet geopend. Dus. Nee, klopt. En daarom denk ik wel dat we Dylan daarvoor terug moeten hebben. Ik stem voor dat Dylan terugkomt. Ja, ik denk dat het beste is. Dylan. Ja. Ik denk het wel. Wie was die andere? Wie is er net doodgegaan? Kees, maar die heeft zijn kist wel geopend. Heeft Kees had zijn kist wel geopend? Ja. En daar heeft Pieter twee appels nog van en een stuk. Ja, nee, dan willen we Dylan terug. Ja, goed. Dan Almighty God van de Reborn Power. Mogen we alsjeblieft Dylan terug in onze game. Oh mijn god! Welkom terug! Ik heb je gemist, serieus. Oh my god. En nu niet weer doodgaan, verdomme. Ja, ik moet bellen. Ik heb een nieuwe toetsenbord en alles. Jongens, ik gooi het boek gooi ik weg, want die kan ik toch niet meer gebruiken. Hebben we toch nu niet meer nodig. Kon één keer gebruikt worden, die is weg. Oké, prima. Welkom terug, jongen. Holy shit. Ik ben echt bang, jongen. Ik schijt in mijn broek. Okay, doe het gewoon, kom op! Ah! Yes! Dylan, je moet nog terug. Rustig. Oké, lees eerst voor wat je hebt. Ah! Oh yes! Je laat ons schrikken, man. Doe normaal. Maar heb jij nou de... Nee, is het geen liever in helemaal niks. Oh. Hè? Maar wie heeft hem dan? De chef van Joris misschien? Nee, die is geopend. Daar zat hij niet in. Huh? Hè? Wacht, oké. Even een check. Heeft iedereen 100% zeker zijn kist opengemaakt? Ja. Oké, nee. Blijkbaar is dit keer gaat hij op tijd de kamer. Ja, okay, ik dacht dat het liever was. Ik dacht dat het liever zou zijn. Okay, dan is Dylan heel veel mazzel dat we op die manier hebben teruggehaald. Dank jullie wel. Zo. Ik ben nog een speler, dus ik ben echt super blij. Jullie hebben geen probleem. Welkom terug. Ja, maar niemand heeft meer game-breaking dingetjes te vinden. Nee, ik had dus dat boek en wat eten. En dat boek hebben we echt goed kunnen gebruiken nu. Holy shit. Lekker prima. Oh man, dat was echt om te huilen, jongen. Maar niet uit, je bent er weer. Oké, ik heb mijn oude settings weer gefixt, jongens, dus het moet me goed komen. Maar waarom zit iemand in die kist? Wat heb ik gemist? Ik ben een tijdje dood geweest. Ja, wie zit er in mijn kist? Wie zit er in mijn kist? Hij is mijn kist open. Huh? Hij ging net weer dicht. Mag ik even... Ik ga kijken, oké? Niemand anders kijkt. Ja? Ja, misschien zit hij naar zijn eigen kist te rommelen, hoor, die Dion. Nee, serieus, je zag me toch bewegen toen die kist open was? Ik zag Joris volgens mij wel stil hangen. Ik zat niet in die kist, man. Ja, je zat er ik keek vrij aan de andere kant op. Ik keek die kant op. Je mag sowieso niet in iemand anders kist, dus dat kan niet. En dat zal Joris niet doen. Dat weet hij. Ik keek sowieso die andere kant op. Ik was er helemaal niet naartoe aan het kijken. Oh, foutje. Foutje. Ah, nou. Oké. Nee, dan ik was aan het eten en ik klikte behoorlijk zo. No problem. Foutje. Oké, ik spaced hem. Oké, niks aan de hand. Duidelijk dus. Oké. Ontspannen, relax. Komt wel Gucci. Relax. Nee, de deur is open. Oké, jongens, we kunnen. Mogen we doorlopen? Ik neem aan van wel. Ja, maar ik bedoel van als groep dat we doorlopen, niet dat iemand dadelijk een chest gelijk opent, et cetera. Een leuk stadje hier. Hey, ik heb trouwens een vraag tussendoor snel. Heeft iemand mij iets van een soort van gear piece? Ik heb alleen nog maar een broek. Oh, ik kan niet door. Maar ik zie hier een huis met gear, ik bedoel... Of nee, ik begrijp waarom als je het niet wil afgeven, het is cool. Ik wil dan graag de gearkamer in zometeen, inderdaad. Hey, wacht eens, er staat een radio. Hallo? Hallo daar. Hallo? Hey. Hi. Oh, hey. Het draait hallo. Hallo daar. Oh, welkom. Er zit hier niet door. Een muur. Wat doe jij hier, Ryan? Welkom in mijn crib. Ik woon hier. Ben je ook een speler of ben je... Ik ben zeker een speler. Heb je een kleurtje gekregen ook? Zeker. Hey, hij is grijs. Oh ja, Oké. Hallo daar. Oh, hij heeft een zwaard. Oeh. Ik doe messig nu. Okay. Dus, hallo, welkom. Ik heb hier vier kamers, zoals jullie het zien. Mm-hmm. En volgens mij heb ik de macht over welke van deze vier kamers open gaat. Oh. En goed is, heeft er eentje informatie, eentje gear. Eentje heeft voor iedereen gear en eentje is random. Maar ik mag er maar eentje open doen. Och, nee, weapons, je mag ze als het goed is, je mag ze allemaal open doen. Alleen jij moet bepalen welke twee personen per kamer erin gaan, zeg maar. Ja. En 1, 2, 3, 4... Hoeveel mensen zijn we nog over? 6, hè? Ja, maar precies. 1, 2, 4, 6. Ja, dus 6. Kunnen 2, 2...
Ja, het kut is dus... 7 zijn we nog. 7. Ja, dus we zijn met 7. Ja, het had er in 2-2-2. Een eentje is een eentje. Ja. En wie gaat... Kunnen we met z'n allen bepalen? Of moet jij dat doen, Rayo? Of wat is het? Volgens mij heb ik het laatste woord. Ik heb het laatste woord. Ik denk niet dat we één iemand in zijn eentje erin moeten gaan, want dan... Maar gewoon een infokamer. Mag dat gewoon moeten? We moeten wel. Dus iemand moet alleen. Naar mij als het... Maar ik hoef niet alle kamers te openen. Het hoeft niet, maar ja... Maar ik vind het een beetje tricky om één iemand in één kamer te laten. Mag ik iets voorstellen? Als je iemand naar een informatiekamer stuurt. Informatie juist wel, want informatie is juist iets wat hij achter kan houden. Daarom. Gear... Je weet nog dat er iets uitkomt, als hij terugkomt met niks, dan... Steek je toch gewoon een zwaard in zijn nek. Ja, misschien heeft hij wel 2 boeken, 4 boeken, 6 boeken. En jij zegt, ja, ik heb maar 1. Yep. Maar over gear gesproken, ik heb helemaal niks aan, toevallig. En ik krijg gear uit die kist. Dus ik wil me voorstellen dat als iets in zijn eentje moet, mij in mijn eentje de gearkist in te sturen. Want ik krijg toch alleen maar gear eruit. Maar wat ik nodig heb. Is er niet de mogelijkheid dat bijvoorbeeld iemand dus eerst de ene kamer ingaat en dan met die ene meeloopt om het te checken? Nee, voor de het is echt puur 2-2-2-1. Anders kan je gewoon met z'n allen, we gaan met z'n 5 in die, en dan met z'n 5 in die, en dan met z'n 5 in die. Nou, dan moet dat. Maar het woord is Arayo, en we moeten het wel mee eens zijn uiteindelijk natuurlijk. Ja. Dus, ga verdelen. Dus ik mag gaan kiezen. Vind je mij de gearkamer? Dat zou ik wel... Wat vinden jullie ervan als groep, als ik de gearkamer inga? Rayo is net gewoon die sorteerhoed uit Harry Potter nou. Ja. Ik wil Gryffindor. Gryffindor, nee. Dit wordt een lastige. Of Dylan dat Ik ga eerst even groepjes maken, jongens. Oké. Ik ben er niet over uit of ik alle 4 de kamers ga openen. Nog steeds zit ik maar tegen, omdat er dan 1 iemand in zijn eentje ergens in moet. En dat vertrouw ik niet. Ik vind stel, ik zet per ongeluk een mol in een van die kamers. En die houdt allemaal spullen achter waarvan je denkt van, nou hé, laat dat eens even doen. Daarom zou je dus een mol, met iemand anders moeten zetten. Dus ze moeten altijd 2-2-2, maar we weten nu toch niet wie de mol is. Nee, maar dan moet je er altijd 2-2-2 sturen. En eentje is eentje. En als, dat vind ik dus ook het logische, is gear. Dat ik het letterlijk alleen inzet dat ik betere armor aantrek. Het beste ga ik sowieso natuurlijk aantrekken. Ja. Dus dan weet je duidelijk wat ik heb. Er valt weinig achter te houden. Is het dan niet het slimste inderdaad gewoon gear, random en informatie open te doen en dan die wapenkamer niet? Ik weet niet hoe jullie erover denken. Ik vind de wapenkamer een beetje stukje. Wie hebben er allemaal wapens hier? Dat wil ik graag weten. Wie hebben er allemaal wapens hier? Ik heb een wapen. Ik weet niet. Een golden sword. Ja, ik heb een bio, maar ik weet even dat het een wapen ziet. Ja, dat is een wapen. Ja, ja, ik heb een, ja, zeker. Gewoon een stone sword. Ik hout mee hakken, maar... Dat zijn aardig wat mensen. Ik had appels in een boekje. In principe... Dus Dup wil heel graag Ik heb de helemaal niks. Dup en Lars willen heel graag de wapenkamer in, natuurlijk. Yep. Ja, natuurlijk. Ik stel voor, mag ik... Als we de armorkamer openen, kunnen we net zo goed de wapenkamer openen, ik bedoel... Ja, goed. En dan gewoon de random kamer dicht houden, want die informatie wil ik sowieso. Ik ben heel erg benieuwd wat er in de random kamer zit. Dus jij zet eigenlijk gewoon alle 4 de kamers open. Ja, ik denk maar als de random kamer random is, kan het er ook nog informatie bevatten, right? Natuurlijk. Ik ga even groepjes maken. Ik word nu echt een sorteergoed. Rotjo, ga naar links. Helemaal naar links. Ga jij maar voor de wapenkamer staan, Rotjo. Wapenkamer? Of de armorkamer bedoel ik, sorry. Gelukkig. Samen met Dion. Hey, kijk, gezellig. Dan wil ik dat... Wacht, heeft iemand in zijn eentje sturen naar een andere kamer? Ja, moet maar toch? Oh, dat is het super dom. Ik heb nog niks gedaan. Oké. Ik wil Joris en Lars naar de wapenkamer. Oké. Spannend. Ja. Joran en Duffy naar de informatiekamer. Oké. Ja, Pieter vertrouwt nooit, dus... mag ik iets voorstellen, Rayo? Ja. Ja? Wauw. Dion en Chunker samen dan de randomkamer in. Dat mag. Oké, dan... Ja, dan kan je tenminste nog wat eruit halen. Ja, oké. Nou, ik ga nu... Ik ga mee, ja. Eerst de randomkamer, daar ben ik toch wel het benieuwd van, oké? Ja, Ik ga nu de randomkamer opgooien. Oké. Niet open, wacht even met openmaken. Wacht even, oké. De oude truc, hè, gewoon aftellen. Oké, 3, 2, 1. Oké, dan is het eruit halen. Dat is 2, 3, 4, 6. Dat is, wat gaan we doen? 6.
Typ het allemaal uit en dan moeten we tellen af 3, 2, 1. Of is... Oh, oké, okay, ja, wacht even. Wordt even. Even kijken. Random kamer. Het kan wel alles zijn, hè? Oh, damn. Oké. Okay. Dit is fucking veel, gast. Dit is veel te veel. Dit is wel even, ja. Ja, wat is het dan? Spreek het maar gewoon uit. Godverdomme. Het is 6 hier een stack Bottle of Enchanting. Het zijn 2 Potions of Fire Resistance. En het is een Protection 4 en een Sharpness 3 boek. Ik confirm dat. En toevallig ook eten? Nee. Oh. Oké, okay, het zijn allemaal enchanting dingen dus. Ja, ja, maar je hebt er werkelijk geen fuck aan. Misschien wel later. Geen lapis bij. Wat gaan we doen? Erin laten of... Laten we de potions meenemen. Je zou je zwaard kunnen enchanten. Pieter heeft er 1 potion uitgehaald. Oké, laten we het volgende doen. Het slimste denk ik is die enchanting stuff allemaal achterlaten. Niemand kan enchanten. Je hebt er geen fuck aan, want er zit en geen de potions gaan meegenomen worden door... wat zit er allemaal voor potions in? Er zitten 2 fire resistance bij, dus we kunnen er hier 1 meenemen. Ja, oké, okay, doen we dat. En de rest laten we erin zitten? Ja, fuck die shit. Oké, okay, prima. Gaan we dat doen. Ja, de game leader zegt ook, kunnen we lapis krijgen, maar we nemen het risico niet om iemand te laten enchanten. Oké, okay, nou, dat helemaal goed. We hebben alleen dit dus. Nou, dat is dat dus. En dit. Nou, okay. Ik zeg Dion en Rotjochi. Ga maar even voor de deur staan. Dion, en dan wordt Rotjochi alleen. Huh? Ja. Oh, hij mocht alleen. Oh ja. Oké, okay, nou, succes. Dankjewel. Wow, Diamond Gear! Ja, serieus, Diamond Gear. Oh, oh. Nee. Oh. Diamond helm, diamond schoenen. En ook nog een chant? Unbreaking 1 en Unbreaking 1. Dus op zich kom ik nu wel gelijk met jullie, want ik heb geen chestplate. Weet je, ik geloof op zich ook wel, omdat hij het gewoon zo zegt. Dingetjes heb je? Protection... veldjes heb je gevuld? 3, 4,5. Kom maar naar buiten. Nou, dat is wel eerlijk dan. Ja toch? Okay. Ja. Dat was mijn voorstel ook, jongens. Thanks dat jullie mij hebben gedaan hierin. Oké, okay, Duffy en Orange, zijn jullie er klaar voor? Zeker weten. Oh ja, zeker. Ja? Let's go. Oei. Oh, yeah. Oké. Okay. Oké. Okay. Dan gaan we dan in 3, 2, 1, open. Oh. Ja. Nou, 4 appeltjes. Ja, 4 appeltjes en 2 boeken. Ja. 2 boeken. Als jullie allebei 1 boek pakken? Ja, is goed. Ja. Goed. Nou, moet je zelf weten of een vraag je allemaal gaat zeggen. En ieder 2 appels dan, denk ik. Ja, is goed. Okay. Ik wil dat jullie allebei... Ja, nee, doe me niet. Ik wil straks de boeken... Mag ik straks de boeken lezen? Sure. Denk ik. Wacht even. Wat zit er in die boeken? Duf jij eerst? Laat ik zo zeggen dat ik pas dit boek vrij ga geven... wanneer de laatste kamer is geopend hier. In dit gebeuren nog wel. Dan, okay. wil ik dit boek pas. Waarom zou je informatie achterhalen? Mag ik hem wel lezen? Want dat heb je net gezegd. Nee, wacht heel even, Rayo. Je zit toch in je kamertje? Ja, mag ik het er binnen gooien? Hé, hey, waarom houden we informatie achter? Ja, Duf. Er wordt geen informatie achtergehouden. Ik zeg, ik lees het pas voor nadat de laatste kamer, dus dat is die kamer daar met wapens, is geopend. Dan wil ik pas dit boek halen. Ja. En waarom? Omdat jullie me dan dankbaar zijn. Oké, okay, dan. Ik vertrouw het erop. Ik zeg, oké, okay, jongens. Deze ene hier. Ik vertrouw het ook, maar ik wil het heel graag. Als hij ons naait, dan... Maar heel simpel. Jongens, heeft het boek afgelezen. Heel simpel, zodra hij het niet vrijgeeft nadat deze kamer geopend is, dan is het gewoon allemaal Duf. Easy peasy lemon squeezy. Maar Joran heeft het boek gelezen dus. Ja, het boek wat ik heb, nee. Oké, okay, Joran. Van hem, ik heb zijn boek ook heb niet een eigen gelezen. Boek en hij heeft een boek. Ja, oké. Okay. Joran. Nou, oké. Okay. Jorans boek? Ja, ik wil mijne nu in ieder geval best voorlezen. Even kijken. Het boek heeft als titel Mol Informatie. Oeh. Aan beide kanten, dus 2x4, stond 1 mol. Weet jij nog hoe de kleuren stonden? Oh! Dus aan beide kanten van dit huisje. Oh, het is zo dicht! Het is wacht even. Wacht, ik weet het nog. Ik weet het nog. Ik stond, jij stond naast mij. Oh. Het was... Ik had Dion naast me. Ja, ja. Duffy naast me en Joris. Oh. Ja, toch? Ja, en dan had je... Dus één van ons is een mol. Hé, hey, maar jongens. Oh, damn. Maar Duffy. Ja. Mag ik dan dat boek lezen? Want ik ben als de enige die absoluut geen mol kan zijn. Denk nee, dat nu wel een soort ik zeg dat boek is. Lees ik nadat de laatste room is geopend en dan vertel ik wat erin staat. Dan mag iedereen van mij, dan mag iedereen het boek lezen. Maar dat zegt het inderdaad wel. Rayo is dus geen mol. Ja. Dat weet inderdaad. Jullie hebben ook echt absoluut niet gevraagd wat ik allemaal in mijn inventory had. Nee, maar dat is dan duidelijk. Dat komt nog wel. Zullen we nou die laatste deur openen? We kunnen het toch niet lang. Ik ben inderdaad best wel benieuwd naar die andere deur. Oké, let's go. Oké, jongens, succes. Oké, wacht met openen. Ja? Ready, 3, 2, 1. Oké, nou, dat is niet... Ja, ik had er meer van verwacht. Ja, ik ook. Roep het maar anders we kunnen het basically wel zeggen, want er zitten, even kijken, 5, 6, 7 items in. Oei. Oh.
En dat zijn 4 koppen. 1 block of gold. Een punch 2 bow en 16 arrows. Oké, die punch 2 bow, daar ben ik best wel bang voor. Als ik heel eerlijk ben. True. Ik ook. Dus laten we... Nou, block of gold pak ik sowieso. Moeten we ik hebben. Ik heb het liefst dat niemand die punch 2 bow heeft. En nee, die mag er ook wel in blijven, ja. Ja, ik ook. Die kop heb wel mee. Kop heb wel mee? Ja. Ja. Okay. Absoluut, absoluut. Punch 2 bow, hou elkaar in de gaten jongens, dat niemand die punch 2 bow meeneemt. Ik hoef echt niet straks ergens vanaf geschoten te worden ofzo. Ja, oké. Okay. Even tegelijkertijd uit de chest, Lars. 3, 2, 1. Ja. Appa. Ja, die punch 2 bow zit er nog gewoon in. De 16 arrows ook. Goed. Doe de deur maar weer dicht, Rayo, alsjeblieft. Ja, ik vind het prima. Thank you. Goed. Nou, wie had er geen gold block? Ik ben doodgevallen. Oh. Maar voor de rest niemand meer? Voor de rest had iedereen erin? Ik heb een blok, dus... Ja. Pieter heeft een blok eens opgepakt. Ja. Oké, nou alsjeblieft. Yo, thank you. Alright. We hebben alles nu verdeeld. Eerst even Rayo, wat ben jij? Je bent gewoon een speler, wat heb je bij je? Ik heb een iron swordje met unbreaking, volgens mij. Ja, unbreaking 1. De 2 appeltjes en een blok of gold en that's it. Oké, kan je eruit nu? Tuurlijk. Maar jongens, voordat we allemaal verder gaan, dit was zo'n commotie op mijn boek en nu gaan we gewoon door alsof het boek is vergeten. Nee, u is Rayo eigenlijk naar buiten. Ja. Oké, dus Rayo is nu een van ons. Oké, Tuf, nu wil ik het wel weten wat er staat thuis. Goed, dit boek heb ik expres achtergehouden, omdat in dit boek letterlijk staat wat in elke kist hier binnen te vinden was. Dus als iemand nog in de laatste room waar dan ook zou willen liegen met z'n tweeën, dan kon ik dat dus zeg maar denyen, omdat het allemaal in dit boek staat wat hier allemaal te vinden is. Mag ik het even lezen misschien? Dan klopt het ook wat iedereen gezegd heeft? Rayo wou hem toch eerst lezen, was het gewoon mee eens dat hij hem eerst zou gaan lezen. Oh ja, prima. Dan mag hem ook lezen hoor. Prima. Probleem, maar ik wil hem ook wel even lezen als het komt. Klopt het dat erin stond, Duf? Is iedereen eerlijk geweest? Ja. Even kijken hoor. Liefde jongens. Even kijken hoor. Ook ik, met eentje. Behalve bij jou, dus heb jij nog 3 diamond chest plates, maar... 3. Ja. Ja, niemand heeft gelogen? Mag ik hem ook zien? Nou, hij heeft hem niet gelogen. Niemand heeft gelogen. Ja, ik wil voor de zekerheid gewoon even heel kort en snel even kijken. Niemand heeft gelogen. Ik weet alleen niet meer de exacte aanval van de aantal XP bottles. Die van Joram. Mag ik die van jou ook even zien? Ja. Hier. Dan ben ik ook wel benieuwd naar... Duf, is het goed als ik hem terug op Duf geef, ja? Ja, graag. Goed, ja. Oké, alsjeblieft. Mijn boekie. Nee, ik hou hem. Oké. Alles... even kijken hoor. Wie was rood en wie was geel? Oké, zie je met name. Ik was geel. Nee, jij was... Jij weet zeker? Ik was een oranje. Want dan hoort Rayo hoort bij onze kant dan. Ja, okay, klopt. Dus. Ja. Het is niet dat Rayo een free walk heeft dat hij 100% een speler is. Klopt, want één kist stond ook iets wat daarom. Er helemaal niet op stond. Klopt. Dus Rayo stond aan de kant van ons Duf. Ja. Dus maar wie stond er allemaal aan onze kant? Even kijken, ik stond aan onze kant. Ik hoor hierbij bij de clubje en Joris. Dus, maar waarom komt iedereen nou ook hier staan? Het is lastig jongens, ik ga zeggen, het is Dion. Duffy, Joris, Rayo en ik was één kant. Ja. En alle anderen aan de andere kant. Toevallig. Wat leuk. Oh, nee, dan is Rayo dus toch aan de andere kant. Huh? Ja, goed. Maar nou, ja, toevallig. Dat zegt toch niks? Hij hoort bij ons. Dat is een ander soort toeval. Ik weet het echt allemaal niet meer, joh. Tenminste, dat zegt de game leader net. Toevallig allemaal chain. Oké. Okay, kunnen we trouwens meteen weer verder, denk ik. Is alles geregeld hier? Jouw kamer is leeg. Oké. Okay. Ja. Oh. Ik kom mee de... Dit kennen we. Dit is standaard. Je mag één vakje in. En hopelijk is er een deurtje open. Oké. Okay. Dan zit hier nergens een chest of zo voordat we dat vergeten. Ik zit ook echt omheen te kijken van slaan we niet iets over. Ja, precies, want dit gaat wel erg snel. Ja. Daarom. Het is er van hop, maar... Nee, ik zie hier helemaal niks. Ik ook niet. Ik blijf lekker leggen met lava. Ik ben klaar met lava voor vandaag. Yes. en terecht. Oké, we zullen een deurtje kiezen, jongens. Kan erin springen. Ja, dat is waar. Zullen we een deurtje kiezen? Allemaal een deur? Nou, eentje moet dubbel. Eentje moet dubbel. Oh, nee, niet. Hoeft niet. Nee, we zijn Kees kwijt. Dus klinkt wel leuk. Oké, dus iedereen gaat hier. Duf helemaal rechts. Duf helemaal rechts kwijt, Duf. Oké, niemand blijft achter. Doet iemand dat wel? Dus iemand dubbel iedereen in de kamer heeft zelf komt. Één deur dan? Ja. Oh, lekker. Daar gaan we. 3, 2, 1. Dubbel zie beneden, jongens. Ah, ik ben open. En Pieter. Oké. Hey. Oké. Okay. Goed, dat reactie. Ah, ik ben open. Nou.
Mooi. Pieter, zeg het eens. Met een kist. Zullen we de kist kijken? Ja, met de groep is ook prima. Ja. Ik denk dat jullie niet veel keuze hebben, eerlijk gezegd. Ik heb niet heel veel keuze, laten we gewoon kijken. Ja, ik ben blij dat jullie met z'n tweeën zijn, inderdaad. En niet met één iemand. Oké, tel maar af, jongen. Twee. Eén. Een Iron Sword, Unbreaking, Potion of Swiftness en twee appels. Ik zeg gewoon hardop. Ja. Mag ik het alles pakken? Oh, Pieter had het allemaal aan mij over, dus ik pak het eruit, jongens. Okay. Top. En heel simpel, ik ken niet aan het soort, want ik heb zelf een Diamond X. Nee, hou bij hem. Ja, ik heb toch een sterkere X in mijn handen, dus het maakt niet uit. Oké. Dan maak ik wel raar voor mijn soort. Hoe ja, wat, je hebt ook betere gear, toch? Hoeveel armor heb je? Ik heb echt Protection 1 armor en ik heb echt gaan een Sharpness 2 zwaard. Zijn jullie het eens om een Pieter te geven? Hij zegt vet OP dan. Het is jullie keuze, jongens. Ja. Maar hij heeft al best veel armor. Dus. Ik wil het je best geven, Pieter, maar dat groep bepaalt dit, denk ik. Hij heeft al best veel armor. Ja, Dylan heeft ook een Diamond Axe, hè? Hij heeft echt goed gear. En hij heeft ook nog eens Protection 1, hè? Protection 1 chain. Dat is echt wel heel sterk. Ja, ik heb geen protection op mijn ding. Dat heeft iedereen. Ja, ik ook niet. Ik heb een break. Wat heb jij dan op je ding? Oh, ik dacht dat ik een breaking had. Dylan. Protection. Ik heb unbreaking. Iedereen heeft Protection 1. Nee, ik heb unbreaking, dus ik moet wel iets slapper met dat. Maar voor mij mag hij dan wel hebben. Wel, jongens? Ja. Prima. Ja? Ik heb geen wapen nog steeds, hè? Ja. Oh, wat? Duffy heeft geen wapen. Ja, ik heb ook nog geen wapen. Duffy anders je wooden sword of zo? Pieter, geef jij Duffy je wooden sword? Waar is Duffy? De laatste. Helemaal links. Dat vind ik op een gegeven moment. Haha, nu kan ik je aanpakken. Haha, nee, geitje. Shit. Fuck. Dat vind ik wel een bolle streek van je, hoor. Ik vind dit verdacht. Geitje. Smerige grapjes. Maar. Hier moet iemand achterlaten. Juist. We moeten iemand hier achterlaten op... Wie vertrouwt het minst? Dylan, ik heb je teruggehaald in de game. Dit doe je er nog niet aan. Ja, ik ben heel blij dat dit me teruggehaald heeft. Laten we dit gewoon makkelijk maken. Laten we dit gewoon als een groep stemmen. Als een groep? Ja, als iedereen gewoon even een naam in chat die achter wil laten, het probleem is zo opgelost. Oké. Ik tel ze meteen af. Met 3, 2, 1 tel ik af. En dan doe je één iemand in de chat die achter moet blijven, ja? Ja. Wacht even, laat me even... Ja, maar wie gaat... Ja... Het zegt al niks, maar het is puur gewoon te kijken. Mijn keuze is niet meer gebaseerd op feiten ofzo. Eén! Ik doe het op de gok. Yo! Dion zie ik 2 keer, 3 keer zelfs. 3 keer? Nou, dat is niet duidelijk. Hé, waarom jongens? Waarom? Ja, zoals je zelf al zei, nothing personal. Het is nergens op gebaseerd, we moesten gewoon een naam kiezen. Dit is nou iets niemand verdacht. Wat is voorgesteld, het hoeft niet per se toch te gebeuren nu. Nee, precies. Nee, maar vandaar dus ook. Dat vind ik wel een bolle actie wat je nu zegt, hè? Ja, nee, zeker. Ja, ik vind het op zich niet slecht. Kan ik mezelf verdedigen? Kan ik iets zeggen van ja, nee, ik weet niet waar. Nee, maar je bent niet verdacht. Tuurlijk, nee, het is daarom maar om toch niet mij te kiezen, want ja, ik weet gewoon. Ouwe, calm the fuck down. Nee, ik wil niet hier weg. Ik wil niet hier blijven. Nee. Rotjoch, gaan we doen. Ik wil in ieder geval. Het bijmaakt het echt geen VK. Niemand is namelijk van verdacht. Iedereen is op dit moment gewoon nog equal. Ja, klopt. We hebben nog niet eens iemand waar we nu van zeggen van ja, jij bent super verdacht, want jij hebt dit gedaan. Wat een kutkamer. Nee, het is een beetje lastig dit, maar er is wel een random achterlating. Niemand heeft iets raars gedaan ofzo. Nee, weet je, fuck it. Iedereen heeft gewoon gestemd, dus laten we die gewoon achter. Probleem opgelost. Ik heb geen zin om hier nu een half uur over te gaan doen, een half uur te gaan discussiëren. Ja, maar... want Leaars is misschien Ja, maar Pieter, stel nou dat je achter een dichte deur had geweest en jij werd erop gestemd. En we zeiden, ja, we laten Pieter achter, want het is Pieter. Dat accepteert toch ook niet? Nee. Ik sta niet achter een dichte deur, dus... Ja, maar ik moet even verder kijken dat je neus lang is. Kijk, ik wil best wel mijn spullen weggeven en dat ik ongevaarlijk met jullie mee kan. Want ik zie hier mensen met chain armor. Het is totaal omdat je gevaarlijk bent of zo, hè? Ja, nee, daarom, maar Pieter, ik weet dat ik het... Ja, nou. Ik wil even iets voorstellen. Ik wil in ieder geval Duffy eruit laten. Het spijt me, boys, maar hij heeft me wel gered. Het is geen goede reden om eruit te laten. Nee, dat is best wel bullshit. Bullshit ja. Iedereen heeft er mee. Maar het is wel de grootste... Wat zei je, Rayo? Niks. Vond je dat een molle actie? Dat hij nou te slaan? Oei, Rayo. Pieter, vond je dat een molle actie dat? Ik vind het een molle actie. Wat een grapje! Oké, kom maar Joris. Komt u maar Joran. Bedankt! Komt u maar Dion. Oh. Lars, welkom. Nou, sta hier achter de deur, Rayo. Net zoveel macht en nu is hij gewoon helemaal niks meer. Nu zijn de rollen omgedraaid. Yes. Oké, ik ga wel een stukje zwemmen dan. We moesten een beslissing maken. Dat ging echt heel dank snel. Het is een banter. 0-100 real quick. Oh, hey. Wat? Huh? Wat? Dat is niet de bedoeling, vriend. Nee, laten we zitten. Laten we niet doodmaken. Gewoon lekker laten zitten, inderdaad. Oké, we gaan door. Ja, want als we hem laten zitten, dan kan hij niet terugkomen.
Ja, als we het goed is. Nee, maar dan moeten we iemand anders achterlaten. Oh. Oh. Of niet? Hé, hey, wat staat er in zijn spullen? Oké. Okay. Niks. Oh. Hij heeft dus niet gelogen. Maar ja, oké. Okay. Nou, okay, door, nou was, goed, denk ik. Dan... Hoofdstuk afgesloten. Dan zijn we waarschijnlijk een speler kwijt. Nee, ja. Waarom? Dat weten we niet, maar... Oké. Okay. Oh, dat is deze room. Oké. Okay. Oei. Tough call. Rood. Het is een tough call room. Je moet dus echt... Als iedereen zijn eigen kleur gaat staan, dan gaan we daarmee beginnen. Wow. Ik sta bij mijn eigen kleur. Oh, wat leuk. Al die banners. Oh. Oké, okay, dat is een best wel... Pieter? Ja? Wil je op je eigen kleur staan? Oh ja, shit. Oké. Okay. Het is dus een beetje het lastige. Nu komt het volgende. Zometeen moeten we in dat kamertje één persoon van ons. Dat kan door de groep gestemd worden. Of iemand denkt, ja, YOLO en ik haat de rest. Die gaat daarin. Die moet stemmen op de kleur waarvan hij denkt dat het de tegenstander van hem is. Dus stel je, ik ben speler. En ik denk bijvoorbeeld dat Lars de mol is. En ik haal zijn kling over en het is een mol. Dan sterft Lars. Maar ben ik een speler en Lars is een speler, dan sterf ik. Holy shit. Duidelijk. Ja. Maar weet je wat het ook is? Als ik, dat is dus. Het is wel een risico wat je neemt. Maar we hadden net al gewoon no reason om iemand achter te laten. En... Ja, maar nu wordt het eng, want nu is ook je eigen leven op het risico. Ja, daarom. Spel, hè? Ja. Wat ik wil doen, ik wil me hier best voor opofferen. Want het is best wel een risico. Je hebt me teruggehaald in het leven. Je gaat er weer je wil je nu opofferen. En je gaat er weer in. Stel je voor, wat dus is, stel je voor, ik ben een speler nu, hè? Ja. Ik ga erin en ik sterf. Kan gebeuren, dan sterf ik. Dan weet je in ieder geval, en dan zie je mijn spul wat erop, dan weet je in ieder geval wat de ander is. Ja. Nou ja, ik weet niet. Iemand kan een molboek krijgen en je haalt een andere mol eruit. Of je haalt een andere speler eruit. Het zegt dus niks. Het kunnen twee spelers zijn of twee mollen. Eigenlijk zegt het helemaal niks, uiteindelijk. Het kan zijn dat je mol doodt of een speler. Ik vind prima. En als je blijft leven, dan is het nog steeds. Kan het zijn dat jij de mol bent of dat jij de speler bent? Kijk, het enorme probleem is, dus we weten van niemand zeker wat hij is. Als we nou even van één iemand zeker wisten dat hij een speler was, dan hadden we kunnen zeggen, oké, ga jij. Dan weten we in ieder geval zeker van als je doodgaat, dan is de ander ook een speler. Maar nu weten we gewoon van niemand wat hij is eigenlijk. Dus... Het is eigenlijk een pure gok uiteindelijk. Laten we gewoon één keer gaan. Nee, het is... Ja, even lekker één keer gaan. Je wil iedereen dood hebben, of niet? Nee, het is maar één keer. Het is maar eenmalig. Eén speler moet het doen. Eén speler moet het doen. En ik zeg, ik wil me opofferen, want jullie hebben mij teruggehaald tot leven. Ik wil me best opgeven hiervoor. Ja, maar... Precies. Molboeken kunnen al lang in de chest teruggestopt zijn toen je ze pakte of zo. Ja. Ja, Of weggegooid zijn in de lava of zo. Geen ding naar jou toe, Duffy, maar jij gooide jouw boek in de eerste kamer weg in de lava. We weten niet of dat een molboek is geweest. Ja, dat vond ik heel erg sceptisch. Maar dat is wel... Dus we hebben in dit geval, ik gebruik een boek om iemand terug te halen. Vervolgens zeg ik, het boek is juist, we gooien hem weg waar iedereen bij zit. Iedereen zegt, ja, is goed. En dan vervolgens word je er nou weer op aangekeken. Ik zeg toch ook, dit is niks tegen jou. Maar dit is gewoon een voorbeeld van... Dat was niks tegen mij, ze begint er dan ook niet over. Maar dit is gewoon een voorbeeld van, die boeken zeggen niks. Of iemand een boek of zo heeft. Later jongens, ik ben binnen. Hey. Oh. What the fuck? Waarom doe je dat zonder te overleggen? Omdat ik die keuze wil maken. Jullie gaan heel uren overleggen. Ik wou mezelf opofferen. En dat komt daarop neer. Ja, ik vind het een beetje raar. Ik hou jou terug in tot leven. En ja, nou ja. Ga jij maar lekker zo'n liever overhaal dan joh. Echt joh. Ik ben echt een speler jongens. Ja, ik geloof niet zo heel veel van. En luister jongens, dit is even voor mij heel lastig en moeilijk. Maar wat Joris net zei, het zit me eigenlijk van het begin al dwars, Duf. Ik ben echt heel blij dat je hem eruit gelaten hebt. Ik zweer, heel blij. Maar volgens mij heb je ook in één keer je mollenboek daarna mee verstrooid. En niet je andere boek. Dus ik denk, Duf, wat vinden jullie? Zal ik het gokken? Dat is heel simpel. Als ik doodga, dan is Duffy een speler. Dat weten jullie dan. Nee, of het zijn allebei mollen. Nee, want ze zitten allebei aan dezelfde kant. Als dus dan zouden ze niet allebei mollen zijn. Zullen we... Ja, ik ga het doen, het spijt me, Duf. Als jij een mol bent, dan sterf jij, anders sterf ik nu. Oké. Vind je het prima? Wat is dat voor vraag? Vind je het prima? Vind je het prima? Ik ga er hier een uur over wachten. Ben je een speler? Prima? Ik ben een speler. Ik ga ervoor, sorry, Duf. Of jij of ik ga eraan. Rest in peace. Oké. Oké, ik ga even kijken, wat had hij? Niet heel veel bijzonders laten zien nog. Nou. Potion. Oké. Ben ik nu safe? Ja? Nou, nee. dit zegt alsnog niks eigenlijk. Jawel, hij is nu een speler, toch? Nee, dat hoeft niet. Jawel, want ze stonden allebei aan de andere kant. En, ja, ik zat toch samen met hem. En als hij
als we allebei een speler zijn, dan sterft hij. Dus Duffy is een speler. Duffy is dan een speler. Oké. Hey, en ik zei het, maar hey, haal lekker een liever over, joh. Hè? Ik breng je terug tot het leven, haal een liever over, gaat dood. Goed, joh. Dus als Duffy een speler was, en dat was, hoe heet het ook? Dat was Dylan ook. Ja, Dylan dan zijn, er twee mensen over. Ik behoor bij die kant. Dus ja, dat, en ik. Ik ben dat en Joris. Want, dus er zijn er één van ons Rayo, hoorde Rayo nou wel bij ons of niet? Nou, als ik de tekst moet lezen, dan is het dus, hoort hij wel bij ons. Hij hoorde aan de kant van rood en geel. Goed, ik rood en geel, dat was onze kant. Dat was onze kant. Ja. Nou, dan is, hoort Rayo ook wel. Dus, één van ons drieën is dus een mol. Zou dus een mol zijn, ja. Dat moet dus. En dat is gewoon een feit. Van de, okay. Van de ene kant. En dan hebben we het niet over de andere kant, waar er nog steeds drie mensen van over zijn. Ja. Die ook nog alle drie de mol kunnen zijn. Tenminste Kees geen mol was. Oh, ja. Jezus. Maar we kunnen naar de volgende kamer, dus ik... Ja. Misschien dat we dat het beste kunnen doen. Ja, laten we dat maar doen, Oké, dat gaan we doen. Prima. Oeh, oké. Oké. We hebben een peacekeeper. Nou, die mag lekker openen, ik denk ja, ik laat dan, de chest openen in dit geval. Wacht even, hier is een kist ook voor mij. Oh. Zo, ik heb nieuwe schoentjes gekregen van de kerstman. Ik heb ook iets nieuws gekregen. Oh, ik ook. Wat heb je gekregen, Duff? Ik heb een mooie body, kijk. Ah ja, ik zie het. Ik heb een mooie boog. En niks anders. Ik heb een mooie broek. Ik heb een dik zwaard. Wait, maar wie is de peacekeeper? Ja, wacht, dadelijk was Kees of zo de peacekeeper. Oh, volgens mij is, oh nee, was Kees weer de peacekeeper. Oh, ho, ho. Oké, ja, peacekeeper is dood. Oké, Jan. Maar dan was of Dylan de peacekeeper, of Rayo, of Kees. Ja. Ik hoop zo niet dat het Kees was. Maar... Ik ga echt lachen als Kees was. Even kijken, welke kleur was het? Het was volgens mij gewoon grijs dan, toch? Ja, grijs. Dat is de enige kleur die ik hier niet zie staan. Nee maar dat is waarschijnlijk het midden, toch? Denk ik. Ja, nee, dat is wit. Wat dan dus de peacekeeper? Ik kan ervan uitgaan dat ik peacekeeper was. Ja. En dat maakt, nou, Pieter heeft inderdaad gewoon twee kisten hier. En dan... Oh, ja, hij had geen kist, dus dan... Ja. Oh. Pieter, wat heb jij uit die twee kisten gekregen? Wat stond er in die middelste kist? Deze kist was helemaal leeg. Oké, en je eigen kist, daar had jij niks in? Met sport. Oh. Oh, en met wat erop? Lars heeft ook een diamond sword, zie ik. Ja. Sharpness 5? Sharpness 5, dat is de... Sharpness 5, knockback 3. Wat? Ik heb hier een appel met knockback... Dan sla je iemand met twee klappen dood. Ik heb hier een appel met knockback 6000, maar ik ga hem niet afgeven, dus jullie kunnen die controleren. Dus Jongens, Pieter, hoeveel wapens heb je nou? Ik heb er twee. Ik heb gewoon een diamond sword met sharpness 1 en een iron sword met inbreking 1. Oké. Okay. Nou, zou je de diamond sword in de lava willen gooien voor ons? Nee. Want waarom niet? Joran, en Lars heeft een diamond sword. Oh, die heb ik in mijn chest gehad. Waarom wil je diamond sword niet weggooien? Maar Lars heeft een diamond sword. Orange heeft Die er ook in, hè? Die komt ook weg? Die komt straks. Maar je mag best een wapen hebben, maar geen overpowered wapen waarbij iemand zo drie slagen. Huppakee, doei. Gas, check wat Lars heeft, check wat de rest heeft. Als zij er ook gaan weggooien, sure. Dat zeggen we net, Lars die moet dan ook weggooien. Ja, dat vind ik dus prima. Maar ik wil niet dat iemand zomaar iemand doodgeslagen. Dus Lars staat ook lekker tussen die twee. Ja, daarom. Ik voel me een beetje bedreigd. Ja, ik wil hem best van weggooien, als de rest dan ook weggooit. Ja, Lars, ben je er ook bereid om hem weg te gooien? Heb jij een wapen, Lars? Ik weet het niet, want ik heb voor de rest geen wapen. Heeft iemand een wapen over? Nee. Ik heb mijn wapen van Pieter gekregen. Nee. Nou, ik wil best omdat ik al een boog heb, wil ik best mijn ex afstaan. Al gooit Lars hem dan wel weg. Als je het alsjeblieft wil doen, dan heeft hij in ieder geval een wapen. Ja, dat niet wil zo ik sterk best doen, is. Want dan heb ik nog een boog. Dus. Ah, doe dat alsjeblieft. Is goed. Nou, dan gooi ik nu mijn duim weggooien. Oké, hij heeft hem weggegooid. Heeft hij hem dat weggegooid? Nou, Pieter. Pieter, zou jij dat ook willen doen? Nou, als Pieter hem dan weggooit, dan geef ik hem. Ja, Pieter, top. Ja, hij is ook weggegooid. Oké. Nou. Nice. Dankjewel. Ja, dat we dit zo politiek kunnen oplossen, zeg. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Had ik niet gedacht, maar ja, mooi. Nou, helemaal mooi. Ja, het is nog steeds voor mij echt compleet onduidelijk. Niemand heeft ook maar iets kunnen doen. Maar het is dus wel officieel zeker dat Duffy dus een speler is. Ja. Nou, dan hebben we dus nog vijf man over. Of zo, moeten we er alles aan doen dat Duffy in leven blijft. Ja, dus wanneer iemand op mij inhakt, ga alsjeblieft met z'n allen op die persoon, want dan moeten we daar allemaal zijn. Bij je. Oh, dank je. Wat is dat? Dat is Ocean Fire. Fire Resistance. Ah, oké, ja. Night. Waarom? Gewoon... Ik?
even iets randoms, hè. Waarom, als ik een speler ben, maken we mij niet ontierlijk sterk? Of ga ik nou te ver? Nou ja, op zich. Als een mooie dan zo dood maken, kans zit erin, je weet nooit. Hebben we nog iets over een egoïst in dit hele spel? Ja, zit hij er ook in? Ja, dat is inderdaad ook een mogelijkheid. Want dan zou zo nog een egoïst kunnen zijn. Alles kan, alles kan. Het is dus, die vind ik een beetje tricky. Dan denk ik dat dat een beetje risicovol is. Nee, oké, begrijp ik. Nee, dat gebeurt dan niet. Is goed. Oké, helemaal goed. Als je je bottle terug wil bieden, mag hoor. Ja, als je hem wil. Ja, sure. Ja, op zich, het zijn hier in zijn bottles, hè? Nee, maar goed, ik kreeg het zijn onze bottles. Ja, maar ik kreeg hem van hem. Als een van de groep. Ja, oké, maar goed. Nou, wil jij hem nog hebben, Joris? Ja, geef hem maar in aan Duffy, hoor. Dat vind ik niet erg. Oh, dat is echt... Jezus, man, ik blijf bezig. Weet je, ik ga gewoon die kamer in. Zoek maar uit. Oh, is dat hier? Oh, is open. Zoek het uit. Zoek het uit. Even kijken, okay. Wat is dit? Oh, er zijn twee kanten op. Ik wacht even voordat ik een kant kies. Pieter, die is al duidelijk hier. Kut, ik kan er niet meer uit. Dit was de domste actie. Oké, toevallig. Oké, wacht maar even met iets overhalen. Wat gaan we doen, jongens, nu? Ja, Pieter is duidelijk al die kant. Ik kan mezelf verdrinken in het water, maar... Ik moet een kant Ja, in. Nou, dan mag je ook Ja, Duffy, kom gewoon hier. Zullen we gewoon splitten of zo? Heb ik fire resistance? Hij ook kies gewoon een kant. Ik wil spinner. Oké. Maar op die kant spelen ze deze tegenhapje. Ja, zo houden we het. Gewoon nu over de rand. Ja, weet je zeker? Ja, dus Dion en Duffy aan die kant. Dan is het 3-3. Ja, dat is het, ja. Oké. Nou, let's go. Come on, boys. Hup! Oké. Okay. Oké. Dit zijn hele mooie lampjes. Welkom in de playgame. Oh, damn. Oké. Zij weten welke... ...level we moeten overhalen. Weten jullie dat? Alles staat omhoog bij jullie, bij ons staat ook alles omhoog. Dus wat dat betreft is er weinig... Is het niet gewoon... Gewoon doen? Ja, gewoon doen. Ja, I guess. Ik weet niet wat er gebeurt als je er eentje overhaalt. Ik zie hier beneden sowieso een chest al. Dat is één ding... Als je er eentje overhaalt... Oh, van het... Dus we moeten nou onze beurt gewoon dingen over gaan halen. Maar, zit er niet ergens hier een puzzel in verstopt in de zin van een aantal blokjes of... Mag ik nou... Ja. Ik gewoon proberen. Zou ik gewoon één lever overhalen? Ja. Sure. Oké. Oké. Hij is open. Pieter heeft wat uitgehaald. Jongens, rennen. Hey. Nee, spelers winnen. Nee, fuck! Yes! Pieter, man! Ik heb gewonnen. Wat is er gebeurd? Yes! Hey. Nee! Wat is hij misklikte! Luister, ik ga vertellen wat er is gebeurd, oké? Okay? Ja, Pieter heeft die liever, ja? Hij heeft die liever. Hij rent door die deur heen, maar ik sla Pieter expres met mijn vuist, dus hij plaatst sowieso het blokje mis. Zet ik een gouden blokje erop. Oh, perfect! Oh, good job. Deze was echt fucking nice. Heerlijk. Ik vond het al een mooie actie dat hij hem gelijk pakte. Pieter, het is een risky power move, hè, als je dat doet. Maar niemand had het door, Nee. Maar wie was er dan weer een mol? Joris zeker. Ja, Joris. Maar niemand al door dat ik mol. Joris, jij staat echt op nummer 1 bij mij. Ja, die fucking Kees die kiest de Peacekeeper, tuurlijk. Was ik de Peacekeeper weer? Ja, Kees was natuurlijk Kees de Peacekeeper. Ik ben altijd, ik is zo vloek, jongen, wat is dit?